Met gebruik van krompasser en duimstok ga ik nu de leidingdiameter en de diameter van de flens bepalen. De diameter van de leiding is 60 mm en de diameter van de flens is een maat van 165 mm. En dan moeten we de hoogte van de flenskap nog bepalen. Dat neem ik de maat op van mijn bout. En de boutlengte is in totaal 70 mm. We tellen daarbij op 2 keer de isolatiedikte van 13 mm. En extra doen we ook nog 5 mm daarbij optellen. We hebben nu alle maten opgenomen, zoals leidingdiameter, flensdiameter en de hoogte van de flens. Nu gaan we het aftekenen op het materiaal. Ik heb nu de helft van de leidingdiameter en de helft van de flens opgenomen. En die ga ik dus nu hier uitsperen. Belangrijk is nu, wanneer we de buitendiameter gaan snijden, zorg er dan voor dat het mes haaks door het materiaal heen gaat. Wanneer we de kleine diameter eruit gaan snijden, zorg er dan voor dat je hem ietsje schuiner wegsnijdt. De reden is, want we komen dan in aanraking met de lastnaad van de verbinding tussen leiding en flens. We hebben nu de kopplaat gemaakt. Nu moeten we de omvang nog bepalen. De omvang bepalen we met dezelfde dikte waar we mee werken. Draaien we om de kopplaat heen. Niet te strak. We tekenen hem af aan de binnenzijde. En ik maak hem even op lengte. Dus dit is mijn omvang. We hebben nu de omvang bepaald. Nu is het heel belangrijk dat we zorgen dat we de zijkanten even opruwen met een wetsteentje om ervoor te zorgen dat de lijm een goede verbinding gaat krijgen met de kopplaten. Dat doen we aan de ene zijde en dan de andere zijde. We gaan nu het gedeelte wat we opgeruild hebben gaan we inlijmen. Even controleren of dat de lijm droog is. En hij is droog. Belangrijk is bij het gebruik van Thermoflex dat je zorgt bij het maken van een flenskap dat je vanuit de midden gaat beginnen. Dus we pakken één deel op, we rollen hem om, de kopplaat heen. Goed aandrukken. We pakken de andere zijde op en we rollen hem verder door. Zorg er dan voor dat je een klein overlapje hebt, dat je het materiaal tegen elkaar aan kan drukken, dat je een goede spanning hebt op je materiaal. Dus we gaan nu de tweede kopplaat plaatsen. Nu beginnen we vanuit het begin van de omvang. En we rollen hem voorzichtig, rollen we hem uit. Goed aandrukken. En we hebben een flenskap. Nu zit de flenskap geheel in elkaar. Nu gaan we ervoor zorgen dat we hem wel kunnen monteren. Dus ik moet hier nu een naadje maken om hem makkelijker te kunnen monteren. We hebben de flenskap nu opengesneden. Nu gaan we ervoor zorgen dat we aan beide zijden de lijm gaan aanbrengen om een goede kleefkracht te krijgen. Nu dat de lijm droog is, kunnen we de twee delen samen drukken. Zo, we hebben dus nu de lijmnaad goed aangedrukt en nu hebben we dus de flenskap op de juiste manier aangebracht. Heb je eventueel nog vragen over de producten van Thermoflex? Kijk dan op de website.